Welkom bij Vera D. Spieren strekken en rekken. Laten we starten in kniezit. Adem in, rek je op, armen omhoog. Adem uit, laat los, armen omlaag. Inademen, oprekken. Uitademen, armen zijwaarts omlaag. Kom in de knie viervoetstand. Strek je rechterbeen naar achteren, op heuphoogte. We doen beide kanten. Span de rug- en buikspieren aan. Maak een cirkelbeweging met je been. Buig je been zijwaarts en verder naar onderen en teruggestrekt naar achteren. Laten we dit enkele keren herhalen. Maak een cirkelbeweging met je been. Hou vast. Buig door de ellebogen, borst naar de vloer. En schuif door in de opwaartse hand. Blijf even in de houding. Hou vast. Ga naar de knie viervoetstand. Strek het andere been naar achteren. Span de rug- en buikspieren aan. Hou vast. Buig je been zijwaarts verder naar onderen en terug gestrekt naar achteren. Laten we dit enkele keren herhalen. Maak een cirkelbeweging met je been. Hou vast. Buig door de ellebogen, borst naar de vloer. En schuif door in de opwaartse hond. Blijf ademen. Laten we starten met de kikker. Laat je knieën en scheenbenen langzaam van je lichaam afglijden. Laat je heupen en borst naar de vloer zakken. Kijk voor je uit of laat je hoofd rusten op je duimen. Steun op je handen of op je onderarmen. Wat voor jou goed voelt. En houd dit even aan. Observeer je ademhaling, tot hoever de adem vloeiend licht en zacht kan blijven. Ben je die kwijt, is de kans groot dat je te ver bent gegaan en dat je iets aan het forceren bent. Verbetert nu je houding. Hou vast. Ontspan en geniet van de stilte. Duw jezelf omhoog in de handen-knieënhouding. Het koeiengezicht. We starten in kniezit. Kruis het ene been over het andere been en duw de dijen tegen elkaar. Zit vlak tussen je voeten. Knieën zo dicht mogelijk bij elkaar. Adem. Rijk op. En buig je linkerarm, hand tussen je schouderbladen. En buig je andere arm omlaag, achter je. Haak als mogelijk de vingers ineen, tussen de schouderbladen.
beginnerspassende houding aan in kruis zit. En nemen een riem of een handdoek vast, achter de rug om. Hou vast. Laat los, adem. Wissel de kruising van je benen en armen. Duw je dijen tegen elkaar. Zit vlak tussen je voeten. Rijk op. En buig je linkerarm, hand tussen je schouderbladen. Buig de andere arm omlaag, achter je. En haak als mogelijk de vingers ineen tussen de schouderbladen. Al dan niet met een riem of een handdoek. Luister naar jouw lichaam en houd de houding vast in de positie waar jij voldoende weerstand voelt. Adem, ontspan en geniet in stilte. Laat los. Adem. Spreid zit met zijwaartse buiging. Spreid je benen wijd. Trek je tenen naar je schenen. Adem in. Rek op. Vanuit je onderbuik tot aan je kruin. Plaats je linkerhand op je dij, scheen of neem je dikke teen vast. Adem uit, buig zijwaarts. En strek je arm omhoog langs je oor. Blik naar voren of sluit je ogen. Concentreer je op je ademhaling. Verder rekken. Laat je armen langzaam omlaag. Breng je hand achter de rug om. En pak je dijbeen vast als mogelijk. Open je borst en schouders verder naar achteren. Buig zijwaarts. Rek de zijkant van je lichaam, je middenrif en de tussenribspieren. Concentreer je op je ademhaling. Adem normaal. Je mag bewegen als je voelt dat je de houding aan moet passen. Zorg dat de houding comfortabel en prettig aanvoelt. Hou vast. Laat los, kom op. Spreid zit, zijwaartse buiging, andere kant. Adem in, maak je lang. Plaats je rechterhand op je dij, scheen of neem je dikke teen vast. Adem uit, buig zijwaarts en reik je linkerarm over je oor. Sluit al dan niet je ogen. Tenen en knieën aangespannen. En omhoog wijzend. Concentreer je op je ademhaling. Adem en geniet van deze zijwaartse strekking. Hou vast. Laat je linkerarm langzaam zakken. En kom op. Breng je linkerarm achter je rug langs en pak je dijbeen vast.
Open je borst en schouder verder naar achteren. Zijwaartse buiging met arm achter de rug om. Houd de houding vast in de positie waar jij voldoende weerstand voelt. Hou vast en adem rustig in en uit. Kom op. Gespreide vooroverbuiging. Dynamische vooroverbuiging op het ritme van de ademhaling, steunend op de handen. Adem in, adem uit. Scharnier vanuit de heupen naar voren tijdens een uitademing. En rol op een inademing. Uitademen, borst vooruit en omlaag. Inademen, kom op. Doe zo verder op het ritme van je ademhaling. Blijf, houd de houding vast in de positie waar jij voldoende weerstand voelt. Houd de rug recht en lang. Knieën en tenen wijzen naar het plafond. Adem je door de houding heen. Voel je natuurlijke in- en uitademing. En blijf even in deze houding. Adem en geniet van de stilte. Kom op. En schud je benen uit. Ga naar de knie-viervoetstand voor de drakenhouding of ook hagedis genoemd met twist. Stap met je rechtervoet schuin naar voren naast je rechterhand. Druk met je rechterhand je rechterknie verder naar buiten. Door de voorste tenen naar buiten te richten en je voet naar buiten te kantelen, ga je je rechterheup meer openen. Leun gelijk je bovenlichaam naar achteren en kijk omhoog. Pas de houding aan indien het ongemakkelijk aanvoelt. Houd het voor jezelf comfortabel. Breng je voorste voet naar de middenlijn. Til je heupen op en strek als het kan beide benen, de piramide. Je handen blijven aan weerszijden van je rechterbeen. Laat je achterste hiel zakken als mogelijk naar de vloer. Beweeg op een uitademing je romp naar je dij. Adem in, tenen optrekken en maak je rug lang. Adem uit, buig dieper. Adem in, tenen optrekken, verleng je rug. Uitademen, strek diep. Inademen, tenen optrekken, maak je lang, maak je groot.
Beweeg vloeiend je lichaam bij elke in- en uitademing. Adem rustig in en uit door je neus. Breng je rechterknie naast je rechterhand in de zwaanhouding. Je kan je voet langzaam naar voren schuiven of net korter bij je lies brengen. Wat voor je het best aanvoelt. Je voelt precies aan hoe ver je je voet kan bewegen. Duw jezelf rechtop, zodat je een lichte curve krijgt in je onderrug. Hou vast. Buig je bovenlichaam naar voren op een uitademing. En terug naar de beginhouding op een inademing. Verder strekken voor gevorderden. Kom in de spagaathouding, benen in elkaars verlengde. En maak een lichaamsgolf met de romp, zoals bij de zwaan. Buig je bovenlichaam naar voren op een uitademing en rol op tijdens een inademing. Adem zo natuurlijk mogelijk en richt je op de sensaties die je nu voelt. Beginners blijven in de zwaanhouding. Doe zo verder op het ritme van je ademhaling. Adem en geniet. Kom op, buig je voorste been en zwaai je andere been naar voren. Ga in kruiszit, enkels gekruist over elkaar of in het vierkant. Breng je enkel voor je scheen van het andere been. Knie over enkel, breng je knieën dichter bij elkaar. Steun al dan niet op je handen, ellebogen. Of, als je het prettig voelt, breng je hoofd naar je duimen. Rustig en diep ademen. Yin-yoga-houding, het vierkant. Je voelt de stretch in de diepe bilspieren aan de buitenkant van de benen en in de onderrug. Kom op, laat los en zwaai je benen naar achteren. Kom in de knieviervoetstand. Navel intrekken, buik en bekkenbodem aanspannen. Laten we de serie herhalen met het andere been. Stap met je linkervoet schuin naar voren naast je linkerhand. Hagedis variant met twist. Duw met je linkerhand je linkerknie van de romp weg. Leun gelijk je bovenlichaam naar achteren en kijk omhoog. Ontspan je lichaam zoveel mogelijk of wat voor jou het beste aanvoelt. Hou vast, adem. Schuif je voet naar de middenlijn, lift je heupen op en strek beide benen in de piramide. Je handen blijven aan weerszijden van je voorste voet. Duw je achterste hiel naar de vloer. Adem uit, buig dieper, zodat je buik op je dij rust. Adem in, tenen optrekken en maak je rug lang. Uitademen, buig dieper.
Inademen, tenen optrekken, rechte rug. En doe zo verder op het ritme van je ademhaling. Adem rustig in en uit door je neus. Adem uit. Adem in. Adem uit. Adem in. Ga naar de duifhouding. In yin, de zwaan genoemd. Plaats je linkerknie naast je linkerhand. Schuif je voet van je lies weg of net korter bij je lies. Wat voor je het best aanvoelt. Je voelt precies aan hoe ver je je voet kan bewegen. Duw jezelf rechtop, zodat je een lichte holling krijgt in je hondenrug. Adem rustig in en uit. Buig je bovenlichaam naar voren op een uitademing. En terug naar de beginhouding op een inademing, rechtop. Verder strekken voor gevorderden de spagaat. Strek de benen in elkaars verlengde. En maak een golfbeweging met je romp, zoals bij de zwaan. Buig je bovenlichaam naar voren op een uitademing. En rol op tijdens een inademing. En doe zo verder op het ritme van je ademhaling. Beginners blijven in de duifhouding. Hou vol. Maak een vloeiende beweging met je lichaam. Buig je voorste been in een rechte hoek en zwaai je achterste been naar voren. Knie over enkel. Het vierkant. Beginners in kruis zit. Steun op je handen of ellebogen. Wat voor jouw lichaam past. Adem. Ontspan en geniet van de stilte. Kom op, duw jezelf omhoog en rol over in kniezit voor de diamant. Dikke tenen raken elkaar. Beginners blijven hier en gaan niet verder. Gevorderden gaan van hieruit verder naar de zadelhouding. Open al dan niet de knieën. Laat jezelf zakken in ruglig. Armen over het hoofd. Neem even de tijd om door al de houdingen te gaan. Om na te voelen. En laat het nu gaan.
Dan breng je je aandacht volledig naar je ademhaling of naar je navel of naar de op- en neergaande beweging van je navel. Adem en voel je buik rijzen en dalen. Hou vast. Laten we gaan eindigen. Kom terug in kniezit of de diamanthouding. Adem in en adem uit, handen voor je borst. Namaste, ik buig voor jou.